Toen ik je zag, was ik op slag, volkomen smoor en ik bevroor. Tot op vandaag blijft het de vraag of jij me ooit weer krijgt ontdooid. Ik kan sindsdien geen meisje zien of ik besef hoe ik het tref en ook hoeveel ik met je deel. Een knappe meid die mij verleidt. Klef, hè? Maar er is vast iemand die de muziek herkent. Is niet... Ja. Even kijken, ik kan nog consumptiebonnen. Of als je wel eens in Terneuzen komt. Op 29 januari 2010. Maar goed, ja, het is Dr. Anders P. Winterdorp. Ik vond al een onderschat componist. Maar dit vond ik zo'n leuk muziekje. Ik denk, daar ga ik mijn eigen tekstje op maken. Voor José, mijn vriendin. Om er een beetje gerust te stellen. Met van, nou, knappe meid die mij verleidt. En dezelfde week nog gebeurde het. Maar als je die zou zien, dan zou je ook zeggen dat ik gek geweest was om het niet te doen. Die was knap. En zo ben ik dan. Ik heb dat ook eerlijk verteld aan José. Wat er allemaal precies gebeurd is. Nogal uitgebreid. Dan misschien steek ze er dan wat van op. Dat waren wel de drie mooiste nachten van mijn leven. En zij dat gelijk weer op zichzelf betrekken. Zo'n onzeker type. Nee. Ja, dat is zo'n nummer, er is volgens mij niks mis mee. Maar heeft iemand er een opmerking over gemaakt? En sindsdien heb ik helemaal geen lol in. Moet ik er de hele tijd aan denken. Het ging over nostalgie. Er was dus iemand die dacht dat ik zo een ben die denkt dat vroeger alles beter is. En zo positief zit ik helemaal niet in elkaar. Ik heb het wel eens over vroeger, maar het is juist omdat ik het graag heb over dingen die nu minder zijn. Ik ben gewoon een zeurkous. Ik vind het leuk om een beetje te klagen, een beetje te zaniken. Een echte Hollander wat dat betreft, dat zit ons in het bloed. Ik vind dat ook niet zo erg, want het is ook een drijfveer achter onze hele culturele ontwikkeling. Als we zo'n tevreden volkje waren geweest, dan hadden we toch gewoon bij één net gehouden. Of we waren in berenvellen rond blijven lopen. Er is toch iemand over gaan klagen, dat prikt. Of dat je er niks in kwijt kan. Zonder klachtenbrieven werden er misschien nog steeds wel kutprogramma's uitgezonden. Daar zijn we nu vanaf. Maar ik denk heus niet dat vroeger alles beter was. Ik zie heus wel in dat we nu een belastingstelsel hebben waar ze vroeger alleen maar van konden dromen. We hebben nu moderne kunst. Nou, je had je natuurlijk al eerder, maar ik zit toch een beetje gedateerd aandoen, die moderne kunst van vroeger. Neem nou de architectuur van nu. Die wolkenkrabber van nationale Nederlanden die ze in Rotterdam hebben gezet, daar spat toch de fantasie vanaf. En wat had je nou vroeger? Alleen maar kathedralen. De derde wereld, die had je vroeger ook niet. Die hebben te danken aan de ruimtevaart. Toen zagen ze van, hey, het zijn er drie. En uitgerekend, wij wonen in het Rijke Westen. Vandaar dat je over geld niemand meer hoort klagen. In deze tijd. We worden ook nooit meer opgescheept met een waardeloze minister-president. Omdat wij hebben geleerd van de geschiedenis. En vroeger had je nog geen eens geschiedenis. Daarom heet het ook prehistorie. Over zijn eerste keer en over zijn favoriete standje. Dat soort dingen. Waar hij geil van wordt, blijkt een bepaalde broek te zijn. Spijkerbroek.